Na een lange tijd zijn de kappers eindelijk weer open. Wat vinden mensen ervan en was het echt hard nodig? Kom er even mee. Nou, goedemorgen. Goedemorgen, de kap is eindelijk weer open. Eindelijk. Wat vind je daar nou van? Nou, ik moet je eerlijk bekennen dat ik afgelopen maandag wel een klein nerveus momentje had hoor. Dat ik dacht van potverdorie. Het lijkt alsof ik weer een voor het eerst een meisje ga kussen, weet je wel. Geweldig, ik kon niet wachten. Ik vond het vreselijk. Ja, ik ben wel blij. Ja? Ja. Was het hard nodig? Ja, ik was iets te laat de vorige keer met de afspraak maken. En daardoor kon ik in december net niet meer. Dus ja, het wordt tijd. En was het hard nodig? Ja, zeker. Absoluut. Ik had echt een crisiskapsel. Ja, ik vind het natuurlijk hartstikke fijn dat de kapper weer open is. Hè? Dat we in ieder geval weer de haartjes kunnen laten knippen. Maar natuurlijk ook gewoon voor de ondernemer zelf, zeg maar. Die hebben natuurlijk gewoon hartstikke zwaar gehad. En dat is hartstikke fijn dat ze weer open kunnen. Dat ze in ieder geval weer inkomsten kunnen genereren. Nou, ik moet je wel bekennen dat ik het wel heel zwaar heb gehad. Kijk, in de lockdown 1 is natuurlijk de eerste buffer al bijna op. Nou, dan komt lockdown 2 erachteraan en dan is die, ja, gaat die gewoon volop. Dus dan moet je alles privé betalen. Ja. Hoe lang bent u wel niet naar de kapper geweest? In november ben ik voor het laatst geweest. Ja. Ik zou net voor de kerst gaan en toen was het dicht. Ik zou, na kerst zou ik, had ik een afspraak, dus 2,5 maand. En anders ga ik om de 5 weken. Dus, Nou, vanaf half december, hè, een week voor kerst gingen we dicht. Dus dat is ruim 2,5 maand. Dus 2,5 maand op je handen zitten en niks doen. En pakketjes rondbrengen met producten en met verfjes en dat soort dingen. Meer niet. Nou, de laatste keer was ik in november naar de kapper geweest. En ik wou net voordat de lockdown begon, ook graag naar de kapper. Maar ja, helaas kon het niet meer. Omdat natuurlijk de lockdown eraan kwam en natuurlijk iedereen op het laatste moment nog even naar de kapper heen wou. Dus ja, dat ging niet meer. Dus... Heeft u zelf uw haar nog proberen? Nee, ja, ik heb alleen mijn pony bijgeknipt. Maar verder, nee, daar begin ik niet aan hoor. Nou, ik heb het wel een beetje mijn pony geknipt, zoals het voor mijn ogen hing. Maar verder niet. Nee. Nee, aan de zijkant heb ik het ietsjes opgeschoren. Oh ja. Ja. Maar verder niet. Nee, niet geprobeerd. Nee, dat heb ik niet. Nee, alleen maar geen succes. En is het nou moeilijker om mensen nu te knippen? Omdat natuurlijk iedereen lang niet naar de kapper is geweest. Nou, mensen hebben allemaal lange haar. Dus je bent langer bezig. Je plant wat meer tijd in. Voor het verven heb je ook wat meer verf nodig natuurlijk. Hè? Want de mensen hebben in plaats van zonuitgroeitje zonuitgroei. Dus je bent langer bezig met alles. Maar ja, de ambacht, die doe ik inmiddels al ruim 25 jaar. Ja, dat verandert niet. De ambacht blijft de ambacht, dat verleer je niet. Maar nogmaals, we waren vanochtend met z'n allen wel een beetje nerveus hier. Oh ja, 2,5 maand niks gedaan. Het is alsof je weer opnieuw begint met je winkel. Ja, dat je voor het eerst de deuren open doet en denkt van, nou, welkom, kom maar binnen. Ja. Nou, dat hebben we ook gedaan.